Het is drie minuten voor half acht en we gaan naar Sanne. Sanne, waar naartoe ben jij onderweg op dit moment? Ja, dat uh, hou ik nog heel even geheim, Lucas. Want um, um, nou ja, ik, ik zal een hint geven. Uh, en de mensen die met beeld meekijken, die zullen het misschien al wel herkennen. Maar ik zeg nog even niks. Ik geef één hint. Uh, ik ben op weg naar de plek waar um, nou ja, geen opwekking gevierd wordt: in Nederland. Dus, mocht je denken dat ik weet waar ik naartoe ga, laat het vooral even weten. Maar, nou ja, het waait hier, het is koud. En je zult straks zien waar ik terecht kom. De enige plek volgens mij in Nederland waar geen opwekking wordt gevierd. Zometeen gaan we meer van je horen, Sanne van Dijk. En dat terrein van opwekking, daarover gesproken. Verslaggever Sanne staat wel op een heel bijzondere plek. Maar ik ben bang dat er niet zo heel veel te doen is. Sanne? Nee, Unice, dat klopt. En wat fijn om jou ook deze opwekking tegen te komen, alsnog. En uh, het zit er inderdaad bijna op. Uh, en uh, nou ja, het was een hele makkelijke hint die ik net gaf. Maar we zijn inderdaad op de plek waar geen opwekking gevierd wordt in Nederland. Er zijn natuurlijk al die pinkse vuurtjes langs geweest... dit hele weekend, met onze collega's, overal te zien. En uh, nu zijn we dus op de plek... Waar helemaal niks gebeurt en daar gaan wij veranderingen in brengen. En uh, vooral ook even met het idee van 2022, dan zijn we hier toch gewoon weer terug. En ook als Groot Nieuws Radio zijn we hier dan gewoon weer terug. En uh, daar heb ik even iemand bij nodig, want uh, ik heb Siem ook bij me vanavond. En uh, Siem is onze collega die al die pinkse vuurtjes voor ons heeft uitgezocht. En het is echt fantastisch. En. Uh... Ja, opwekking 2022. Ik heb het even provisorisch op een bordje geschreven. En uh, ik begrijp dat Siem nog nooit op opwekking is geweest. Dus dit is voor hem ook een primeurtje. Hij gaat dit even in het heilige gras van opwekking planten. En dan is dit gewoon een belofte dat wij volgend jaar terug zijn. Komt ie. Alvast tot volgend jaar, jongens.